zie mensen wiebelen. Tja. Kijk, dat is de eerste allergrootste fout. DJ Arjuna, maar ik ben dus helemaal geen DJ. Ik ben een producer. En ik doe alleen live optredens met mijn eigen muziek. En dan ben je eigenlijk gewoon geen DJ. En dat heb ik ook nog aan haar uitgelegd. Maar blijkbaar is het toch best wel moeilijk om te begrijpen af en toe. Ja, bijvoorbeeld een house hippie, dat vind ik wel grappig. Maar dat ben ik niet echt. Maar ik vind het wel grappig hoe ze dat hebben verboord, zeg maar. Ik ben er wel best wel blij mee eigenlijk. We zitten hier in de studio van Olly, a.k.a. Willy Wartaal. Ik ben namelijk zelf mijn studio uitgezet. Of ja, ik moest eruit in ieder geval. Ik ga het niet hebben over de reden waarom, maar ik moest eruit. En ja, ik mag hier gelukkig van hem zitten. Zolang hij er niet zelf in hoeft te zitten natuurlijk. Ja, ik heb wel sinds ik hier slaap, heb ik alleen maar nare dromen gehad. En misschien komt het omdat ik met mijn hoofd aan de verkeerde kant lig. Heb ik ooit gehoord van mijn moeder, als je met je hoofd, je moet of in het westen of in het oosten zou liggen, anders ga je niet fijn slapen. Vroeger luisterde mijn moeder ook altijd heel erg naar van die New Age muziek, van die ambient-achtige soundscapes en zo. En het valt me wel op af en toe dat mijn moeder nummers van mij ook heel leuk vindt en dat ze dat erin terug hoort. Dus misschien heb ik dat onbewust wel een beetje meegenomen, al die muziek en ook dat zweverige en zo. Dingen als Mysteryland kunnen de mensen gewoon aankomen en weer weglopen. En het is niet zoals een club, dus het bleef niet echt heel druk bij mij. En ik maakte toen ook vooral hele spacende dingetjes, nou, om het maar zo te zeggen. Of vooral heel melodieus, maar niet echt wat mensen willen horen als ze uitgaan. Die willen altijd wat meer een vette beat en zo. Wel geleerd ook van dat optreden dat ik niet breaks van 2 minuten in mijn set moet doen, maar gewoon dat het een beetje door moet gaan. Amsterdam, laat je nog 1 keer horen van Jonas Kim. Kom op! Oh. Jawel, je bent er lekker bezig, man. Als het echt helemaal vol staat, dan ben ik echt super gefocust. Want dan denk ik, nou, ik moet het gewoon helemaal goed doen. Maar als het gewoon zo'n feestje is waar iedereen een beetje staat te lullen en iedereen met een biertje, dan zit ik zelf ook heel snel met een biertje met iemand ondertussen te praten of zo. Dat had ik laatst gepakt, maar dat was een soort van verjaardagsdingetje. Oh, dit is een berichtje van mijn moeder. Morgen om 4 uur komen de engelen bij ons op bezoek. Ze blijven 4 dagen. Ben jij er dan ook? Konijntje, daar verwacht ik nog steeds best veel geld van voor royalties en rechten en zo. En volgens mij is dat, daar verdien je bijna nog meer mee dan met optredens uiteindelijk. Als je echt een mega hit hebt dan. Maar dat is wel ja, een beetje die 2 dingetjes eigenlijk. En ja, ik heb dus ook reclame, muziek voor reclame staan. Maar dat was meer een beetje een favor voor iemand. Omdat ja, ik ben toen gevraagd door hem en hij gaf mij een kans. En dan geef ik hem de muziek, zeg maar. Ik kom niet altijd even goed uit, zeg maar, qua geld. Ik heb af en toe echt helemaal niks en dan heb ik weer wel heel veel. En ik zat er zelfs aan te denken, laatst om misschien toch weer een dag te gaan werken in de week of zo. Om toch een soort van vaste zekerheid erbij te hebben, die ik nu niet echt heb. Dus vandaar dat ik straks met jullie meeren naar Centraal. Hoe is Konijntje gemaakt en ontstaan? Dat is wel grappig, samen met Willy Wartaal dus. Hij had een feestje gegeven in de Meander die avond. En toen heb ik daar ook opgetreden. En met mijn hele pc trouwens, want ik had toen nog geen laptop. En dat is echt heel erg, met de taxi en met mijn pc meegenomen en zo. En daar een optreden gedaan. En uiteindelijk bij hem zijn we gaan zitten. En best wel een feestje, afterparty, niet heel erg, maar wel met een drankje hier en een jointje daar en van alles nog erbij en zo. En voordat we het wisten waren we samen muziek aan het maken. Of ik was eigenlijk een beat aan het maken. En toen zei hij, ja, dit is vet zo. Ja, nee, niks meer erbij doen. Want ik wou alweer meteen melodieën en zo erbij gaan doen. Toen zei hij, nee, precies zo. En toen zei hij, ja, ik wil er nu iets overheen opnemen. En hij had ook niks opgeschreven of zo. En toen in 1 keer barstte die belachelijke tekst over een konijntje eruit. Kom op, konijntje. Oké, konijntje. Het is je dag vandaag. Ik zing een liedje en ik doe het een beetje terug. Voor jou alleen. Ja, wel, we hebben ook wat nuchter muziek gemaakt hoor, maar het eindigt toch meestal wel, ja,
dat we dan toch weer het een en ander nemen of zo. Dan zijn we denk ik op ons best samen. We weten niet niks van niks, a.k.a. de Junkies natuurlijk. Ja, het is een Indiase naam. En mijn ouders zijn dus allebei, vooral vroeger waren ze heel erg, geloofden ze heel erg in een guru uit India, Babaji. En ja, dus dat hindoeïsme hangt daar helemaal omheen en dat hoort allemaal bij elkaar. En toen, vandaar dat ik een, dus een Hindoestaanse naam, Arjuna. En wat vind jij van Babaji? Nou, ik ben ook best vaak naar die ashram dus in India geweest, een stuk of 4 keer of zo. Ik vind het wel interessant, maar ik ben niet echt een hele erge hardcore volgeling, om het zo maar te zeggen. Ik viel wel een beetje buiten de boot vergeleken, vooral met Nederlandse vriendjes. Dan val je echt buiten de boot natuurlijk. Die heet allemaal Jan en Pieter, bijvoorbeeld. En dan heet ik Arjuna en ik wou altijd een normale naam, heet ik nog. Ik weet zelfs nog welke naam, John. Dat leek me echt een tof naam vroeger. Nou, dit is het laatste wat ik met Willy Wartaal heb gemaakt. Het is nog niet helemaal af, maar het is wel een opzetje. Zout in de wond, ogen verdormen, dat moest aan de zon. Zout in je oog, zout in de wond. En wat je weet, vrouwen zijn hond. Mannen zijn het ook, we zijn niks waard. Daarom gaan we dood, dus handjes omhoog. Vier dit feest, nu was er wel niks aan de hand. Het is leef, nu de Polonaise, of de butterfly. Of kom ik lekker, kiezen, doe ze allebei. Doe ze allebei, doe ze allebei. Doe ze allebei, doe ze allebei. We waren ook toen weer volgens mij aan het feesten. En ja, dan komt hij altijd met hele vage teksten. Maar dat vind ik juist wel vet. Dat het niet zo begrijpelijk is meteen of zo. Maar dat het juist een beetje moeilijk is of zo. Ik heb net een ding van Kraus geremixed. Die zat met mij in de finale van de Grote Prijs van Nederland ook. En die maakt een soort electro met vocalen ook. Ze zingt erin en ze maakt ook alle muziek zelf. En daar heb ik net een remix voor gemaakt, voor Sony. En ook een remix gemaakt voor Sigwart. Een hele jonge man uit, ik dacht Den Haag, die hoek of zo. En hij maakt ook hele toffe muziek voor het label Manual. En ik ben ook bezig met een remix voor Deadmau5. En dat is natuurlijk een hele grote naam. Die staat volgens mij ergens op nummer 20 in de DJ Top 100. Dus dat is een hele mooie gelegenheid voor mij om een beetje wat internationaals te gaan doen. Staat die scherp? Ja. Boing, boing, boing. Ja, hier doe ik mijn optredens mee. Wat trouwens bijna elke live act volgens mij, nou op een paar na, die doen het echt met Ableton. Dus Ableton heeft wat dat betreft echt de markt veroverd. En het is ook gewoon heel gebruiksvriendelijk hoor. Ik laat wel even zien hoe het werkt zo. Hij moet heel veel nadenken. Nee? Ik maak alles met Fruity Loops. Dat is mijn favoriete programma om in te maken. Al 8 jaar lang. En dat is lekker gebruiksvriendelijk en heel overzichtelijk. En ja, ik doe met Ableton live sets, omdat je daar kan je eigenlijk alles wat je erin gooit. Als je iets maakt wat een andere snelheid is, dan bijvoorbeeld normaal maak ik een nummer op 124 bpm en een andere op 128 bpm bijvoorbeeld. Als je dat erin gooit, heb je gewoon 1 bpm en daar gaat het allemaal vanzelf naartoe. Moet je wel nog even van die points zetten, dat ze echt helemaal strak staan. En dan kan je gewoon lekker spelen en zo. Maar dat kan niet met een ander programma, zeg maar. Het is hetzelfde als een band die een concert geeft. Maar dan is het één gast in zijn eentje achter een laptop. Die al zijn liedjes uit elkaar heeft geknipt, als het ware. En dan allemaal vakjes, en dat zijn allemaal stukjes van een nummer. En dan kan je zeg maar dat stukje van dat nummer met dat stukje van dat nummer. Maar wel alleen eigen zelfgemaakte muziek. En het komt wel een beetje neer op een DJ. Op hetzelfde neer als een DJ, want die draait ook alles uit en aan. En die gooit het in, maar die gooit hele platen erin. En ik kan bijvoorbeeld ook een stukje van een nummer gewoon samplen en dat erin gooien. Of 4 nummers tegelijk laten lopen, of stukjes uit nummers in ieder geval. Ik kan ook geen plaat mixen, dat is best wel grappig. Als ik dat zeg af en toe, dan lachen mensen me echt uit. Ik heb dus nog nooit met vinyl gedraaid of met cd's. Alleen live sets gedaan met mijn eigen muziek. En dan ga ik nu een beat erin gooien die ik samen met Sasha heb gemaakt. Goede vriend van mij.